Pim voor een weekend. Hartelijk welkom in Belzo. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, lekker. Goed. Ja, met lekker. Jullie. Ja. Ik word een beetje verdrietig van dit weer. Ja. Maar echt heel erg gewoon. Nou, de toon is weer gezet. Ik wilde gewoon helemaal positiever ingaan van... Hey, je moet zelf de slingers ophangen. Ja, dat is ook zeker. Want we hebben hier het dingetje dichtgetrokken voor het raam. Dus we zien er niks meer van verder. Hè? Hier schijnt de zon. Hier schijnt de zon gewoon, inderdaad. We nemen met elkaar elke keer de week door in Little Hymns. We nemen allemaal een Little Hymn mee. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie week eruit zag. Of je iemand een Little Hymn wil geven, uitdelen. Ik wil wel iemand een Little Hymn geven. Ja. Nou, en het is eigenlijk ook net gebeurd. Want ik was dus net bij een vriendin. Was ik eventjes wezen borrelen. En die had echt de lekkerste borrelplank ooit op tafel gezet. Dus het was ook echt balen dat ik weer moest gaan. Oh, nou bedankt. Ja. De toon is weer gezet. Maar wat lag er op die borrelplank? Wat lag er allemaal op? Ja, het lag gewoon van alles. Maar dat was van zo'n delicatessenzaak. Eentje in Bergendalsweg. Ik wil nu geen reclame maken of zo. Nee. Maar ja, gewoon alles was gewoon heel lekker. Ja? Kaasjes, worstjes, alles. Oh, heerlijk. Je hebt niks meegenomen verder of zo? Ze zei wel van, oh, neem even wat mee. Maar toen dacht ik, ja, om nou hier met van die knoflook olijf te zitten. Volgende keer. Maar dat was dus eigenlijk mijn hoogtepunt van afgelopen week. Maar gaat hij dan uit naar die zaak waar het zo lekker was? Of naar jouw vriendin die ze mee had genomen? Wel mijn vriendin die het mee had genomen. En hoe heet jouw vriendin? Ilke. Ilke, dankjewel. En de volgende keer mag je hier ook wat komen brengen. Rick? Mooi bruggetje naar jou. Wat is jouw Little Hymn van deze week? Mijn Little Hymn van deze week? Ja, ik moet zeggen, het was wel wat lastig weer. Maar ik ga toch naar maandag. Maandag zijn wij naar de stad van Nijmegen geweest. Om bij de Rising Bastards een Hemingo-tattoo te laten zetten. Yeah. Ja. Ja, hoe vet is dat, hè? Een tatoeage van Flamingo staat op dit moment op onze enkel. En hij is nu aan het genezen. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel enorm goed gelukt. Ook een poging wagen om het te laten zien? Ja, doe eens. Doe eens gek. Als ik het zeg, zie ik dat van een hele instabiele poging. Nou, gooi je benen eens even op tafel. Ja, je kunt dus meekijken via 71 Televisie. Rick, stap nu op de stoel. Ja. Oké, heb je een telefoon bij de hand? 1-2. Wat nodig is. Wacht even. Ja, ik film het ook gelijk even. Dan weten we ook gelijk bewijs dat het ooit is gebeurd. Wat is heel moeilijk dit. Ik zie het aan je dat het moeilijk is. Oké. En je gaat nu dan die flamingo laten zien? Ja, en ik moet dus praten. Want als ik niet praat, dan staat mijn camera niet voorgeschakeld. Ja. Oh, ik kan niet. Wacht even. Ik vol nog vasthouden. Ja, heel goed. Oh, moeilijk dit hoor. Hi. Er zitten een paar mensen in de keuken heel raar te kijken. Lukt het? Ja. Oh, ik vind het zo eng. Gaat goed. Jij kan dit. Daar. Ja. Zie je waar ze zit? Ik weet het. Ik heb geen idee. Nee. Maar ze doet er maar mee. Ja. Oh, wat is dat spannend als dit, hè? Ik heb het... Ik kan niet meer naar beneden. Moet ik je helpen? Nee. Dames en heren, dit fantastische tafereel is allemaal te volgen via RN7 Televisie. Dat kun je dus overal kijken. Of RN7.nl. Ik ben inmiddels iets leziger geworden, geloof ik. Oh. Goed. Nou, dat was inderdaad mijn Little Hymn. Jij hebt hem ook, toch? Ja. Show. Ja, ik moet even kijken. Dan moet ik wel even kijken dat hij goed... Zo werkt het niet, Miguel. Ja, dit werkt helemaal niet. Nee, ja, goed, het was ook niet te zien volgens mij, bij allebei niet. Maar kijk maar even op onze Insta, @hemmedia, daar is hij ook te zien. Met heel veel bloed, dus als je dat aan kan. Oh ja, dat klopt. Nee, niet meer. Nou, whatever. Nu niet meer, nee. Maakt niet uit. Leuk. Nu jouw Little Hymn, Rick. Nee, die heb ik dus niet. Nee, in eerste instantie, ik was hard op zoek naar een Little Hymn. En toen dacht ik van, weet je wat, dan geef ik mijn Little Hymn deze week wel aan de man die ons getatoeëerd heeft. Ja. En toen dacht ik van, ja, nee, echt alles ging mis. Ja, klopt. Ik bedoel, het enige positieve eraan is dat de tattoo er mooi uitziet. Maar de aanloop ernaartoe, dat was echt... Waar het allemaal begint is natuurlijk bij een afspraak maken. Ja, daar zijn ze niet zo heel goed in. Dat was niet gelukt. Hé, maar van wie was het idee om deze stad te laten zetten? Hully. Van jou. Ja, dat is mijn idee, ja. Nou ja, cool. Het begon een keertje toen met de verjaardagsuitzending vorig jaar in de zomer. Toen zei ik tegen Rick voor de grap van als jij nu hier een tatoeëerder zou laten aankomen zetten met die een flamingo-tattoo bij jou gaat zetten, zou ik het doen. En zei, dat gaat niet gebeuren. Toen is dat steeds een beetje als grapje verder gegaan. En nu laatst gingen de tattoo shops open. Dacht van, ja, waarom ook niet? We gaan het gewoon doen. Laten we die flamingo gewoon vereeuwigen op ons lichaam. Vet hoor. Dus op dit moment staat er voor altijd een flamingo. In eerste instantie werden we weer gebeld. Echt vlak voor de afspraak van dat de afspraak eerder was dan gepland. Maar dat we gebeld moesten zijn, maar dat was niet gebeurd. En toen werd hij weer naar later gezet. En toen kwamen we later. En toen moesten we nog een uur wachten.
En ja, dat was het eigenlijk, maar toch. Het ontwerp was kwijt. Oh ja, het ontwerp was kwijt. Die hadden we bij de merk van afspraak al ingeleverd, maar die konden ze nergens meer vinden. Nou, wel fijn dat we deze radioshow zo positief starten. Top, hé? Hey? Dus je moet even iets minder kwaad gaan schreeuwen en iets meer positief fluisteren. Inderdaad. Ja. Fluiten. Nou. Yeah, baby. Well, yeah. Liken en abonneren.